Goedemiddag en welkom bij Privé TV. Katja Schuurman blijft het heel gezellig houden met haar veel jongere Freek. Maar Lauren en Jort, welkom Mariette Oosterwijk. Hi. Daar gaat het wat minder mee. Ja, vertel. Dat is het tegenovergestelde inderdaad van Katja en Freek. Zij hebben al een tijd een relatie. Alleen nu zijn ze een tijdje terug uit elkaar gegaan. Want ze woonden samen in Durgerdam in dat witte huis met het haantje. Ja. Alleen toen ze erin gingen, toen had Lauren al gezegd... nou weet je, jij krijgt die verdieping, ik krijg die verdieping. Dus het lijkt een beetje op Friends with Benefits. Inmiddels woont Jort weer in het één slaapkamer tellende appartement op de Keizersgracht... dat hij in 2012 kocht. Veel gezelliger. Maar ik denk dat is het begin van het einde... Inmiddels weet ik ook dat hij zijn ogen goed de kost geeft als hij uitgaat. Dus ik weet niet wat er tussen die twee is. En met Lauren kan ik niet zoveel. Ik hou veel meer van mensen van what you see is what you get mensen. Maar Lauren kan ik mijn vinger niet opleggen. Nee, maar dat is zo'n leuk spontane vrouw, Lauren. Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk wel dat het heel moeilijk is om de plek van Georgina Verbaan in te nemen. Want die is ik ben een gigafan van Georgina. Ja, en die vind ik heel origineel van geest. En echt een leuke dame. En als je die plek moet innemen, ik weet niet of dat mogelijk is. Ja, wel hele totaal verschillende vrouwen. Ja, precies. Ja. En allebei wel klein en tenger, maar daar houdt het denk ik bij op. En of het nog aan is tussen Jort en Lauren... Jort zegt, we beleven een stormachtige periode en misschien blijft dat wel zo. En Lauren heeft gezegd, ik zeg er niks meer over. Dus dat is een hele vage relatie. Ja, maar het zijn toch, als je die foto hier achter ons weer ziet van de Volk, het is toch wel een heerlijk stel bij elkaar. Nou, hij doet altijd heel raar. Hij tilt er altijd op. Nou, dat zou iemand bij mij niet moeten doen. Verschrikkelijk. Ik vind dat zo... Ze is een dame. Die ga je toch niet optillen als het een of andere joker is? Ja, maar hij is toch elke keer weer zichtbaar heel erg blij met haar gewoon. En dan lacht zij ongemakkelijk. Nee, ik vind het een heel ongemakkelijk stel. Ik ga liever door naar Katja en Freek. Ja, oké, want Katja en Freek, dat is in principe eigenlijk ook een ongemakkelijk stel. Tenminste, die scheiden nogal wat qua leeftijd. Ja, 14 jaar, hij is 26, hij is chefkok in de Utrechtse straat in Amsterdam. En in het voorjaar gingen de vlinders fladderen. En gisteren zat ze bij Eva Jinek, en toen was ze bewaard als laatste gast. Hè, want ze werd ook steeds in beeld genomen. Nou, ze ziet er zo gelukkig uit. Ja, de vlinders komen bijna uit haar oren. Ja, dat is leuk en om te zien. Ze was er voor het programma Alles voor je kind, dat deze week van start gaat. Maar wat is zij gelukkig en ze doet het gewoon goed ook. Het was absoluut geen vechtscheiding, want met Thijs Reumer is ze nog op vakantie geweest naar het Griekse eiland Evia en hun dochtertje Samina ook een dropje om te zien. En dat gaat goed en ze is gelukkig met Freek. Nou, ze is ook met hem ook op stap geweest, of weten we dat niet? Ja, samen naar Barcelona en toen tweeten ze van, waren geweldige dagen, ik ben aan vakantie toe. Ja, ze hebben natuurlijk dag en nacht zijn ze met elkaar bezig geweest, dat doe je in het begin. En ik vind ze prachtig en ze zijn dol verliefd. En Freek heeft ook gezegd, je zou niet zeggen maar eten dat ze kan. Dus dat hebben we ook gemeen, zei hij. Want hij kookt natuurlijk lekker en zij eet het allemaal op. Dus, dat moet er allemaal weer af straks. Maar ja, als je die twee zo bij elkaar ziet, ik zie daar geen 14 jaar leeftijdsverschil. Dus. Nee, toch? En hij maakt haar jong en ze is gewoon leuk om naar te kijken, leuk om naar te luisteren. En wat een plezier, de vlinders spatten er vanaf. Dus jij denkt dat dat een langer leven beschoren is? Ik hoop het voor allemaal, Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit was Privé TV, maandag, dan zijn we er weer.